Hoe moeilijk is het om toch ervoor te gaan en met elkaar de koppen bij elkaar te steken op het moment dat je, dat zul je ongetwijfeld gehoord hebben, dingen worden geroepen naar jouw kant toe, de supporters, eigenlijk het publiek niet bedankt of de spelers niet bedankt. Hoe ga je daarmee om? De supporters niet, de spelers bedankt? Sorry? Ja, de spelers gaan naar de supporters toe, maar in plaats van applaus hè, of steun, krijg je daarin toch minder positieve reacties. Dat is het hele seizoen hè. Dat is niet vandaag, hè. Dat is gewoon het hele seizoen zo. En dat maakt het lastig omdat er meer druk op komt. Omdat het elke keer voelt alsof alles verliep. Dus vandaag is natuurlijk, je komt echt dichter bij de finale. Dichter bij de, maar ja, zo, ik vind altijd dat zolang er een kans is, moet je blijven vechten. We hebben lastige situaties gehad. Dus ja. Maar hoe ga je er zelf mee om? Op het moment dat je dat hoort, hè, dat je dat ziet. En je zult het ook gehoord hebben wat er dan gezegd wordt. Ja, je probeert je af te sluiten. Hè. Je probeert echt te blijven focussen op het spel. Want je kunt daar niks mee. En zien dat het niet lukt en dat het slecht is. Dat het gewoon niet voor elkaar komt. En dan concluderen hun een bepaalde. Dat is een goed recht. Iedereen heeft. Alleen, ik zie toch iets anders natuurlijk. Hè. Ze hopen dat ze anders daarop zouden reageren. Kijk, iedereen wil precies hetzelfde. Ik vind altijd op het einde. Als het einde. Ja, dan is het een andere situatie. Maar we zitten in de race en we zaten in de race. Dat bedoel ik. Kijk, vandaag is 1, vorige week. Dus dat speelde al natuurlijk al wel langer. Dus helaas, we spelen te veel punten. Heeft dat te maken met druk? Is het mentaliteit? Is het kwaliteit? Het heeft waarschijnlijk een combinatie van alles. Succes te komen. Dankjewel.